Vind je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Dat doe je op Apple Podcast en op Spotify. Nee, dames en heren, zo werkt de wereld niet. Hè? Dat is inderdaad, als u terugkijkt, dan, dan wist je alles. Ik wil u voor de aardigheid wel een leuk stukje opsturen. waarin een geleerd iemand aantoont dat het hele idee dat Hitler op 1 september de Tweede Wereldoorlog zou beginnen. dat dat. Echt dat niemand dat wilde geloven, dat dat door en door onwaarschijnlijk leek. Het verlos hem, kunt u mij horen? Zo, hey, ik heb uh, uh, gehoord dat de uh, overheid gaat de, de verwarming in alle overheidskantoren twee graden lager zetten. Ik ging toen naar 19, dacht ik, hè? Zoiets. Dat betekent dat het op 21 stond. Dat is vrij hoog. Ja, dat vind ik ook. Ja, bij jou staat hij op 30 graden. Nee, op 20. 20,5, oh. maar ook in de nacht. Ja, dat, ik heb geen zin in, in kou in de nacht. Dat heb ik altijd afschuwelijk gevonden. En ik permitteer me deze onverantwoorde luxe. En in ruil daarvoor ben ik in mijn leven veel minder onder de douche gegaan dan de modale Nederlander. En je begrijpt dat dat een immense energiebesparing heeft opgeleverd over de afgelopen 50 jaar. <laughs> Dus jij zegt eigenlijk, ik permitteer me dat. En, ja, uh... maar, ja. Ik krijg een, een, een hybride auto. Dus op dat punt doe ik ook een beetje mijn best, in ieder geval. Niet helemaal elektrisch. Al moet toch nog eens goed uitgezocht worden. wat nou het netto-effect is van elektrische auto's. op het, laten we zeggen, het, uh, het milieubeslag dat zou ik toch nog wel eens willen weten. Je wil zeggen want die accu's dat kost ook ja, geld. Ja, dat ding zelf moet geproduceerd ja. worden, die accu's kosten geld, die accu's gaan niet eeuwig mee. Nee. Die moeten of geregenereerd worden of door heel nieuwe accu's vervangen. Dus ja, ik zou dat allemaal wel eens willen weten. Ja. En die palen, ik ben vanzelfsprekend vanuit dat het geweldig positief zal werken, maar ik denk dat het netto-effect er wel is, maar heel beperkt is. Ja, en die palen zijn altijd stuk hè. Overal waar je komt ja? is er wel één paal stuk of hij doet het niet. Ja, of... goed, dat is een ander probleem. Dat we eigenlijk een beetje, beetje achteruitstruikelend zijn we aan, die, aan, die, aan de energievoorziening gekomen op dit punt. Omdat het natuurlijk afhankelijk trouwens nog steeds een marginaal verschijnsel is. Ik denk dat het nog steeds. Veel meer normale auto's verkocht worden dan, in, uh, dan elektrische auto's. Ja, ligt het natuurlijk je aan Je hebt dan een hybride e elementje in de markt natuurlijk. En dan heb je nog stekkerauto's. in de markt? Kortom, er zijn verschillende mogelijkheden. Maar uh, ja, nogmaals, uh, de normale auto is lang niet verdwenen. Als je bovendien op dit moment een nieuwe auto koopt met een normale benzine- of dieselmotor, dan mag je ervan uitgaan dat de 20 jaar meegaat. Terwijl was het ook weer, 2030 is het al. Eh, nou ja, denk aan de kolenmarkt, ja. Daar hebben we het al over gehad, toch? Maar de elektrische auto gaat veel langer mee, hè? Door nou, hoe die gemaakt Dat moeten we nog maar even afwachten, Nou Ja, dat hè? hebben deskundigen mij verteld. Ja, deskundigen. Maar je moet nooit meteen geloven wat deskundigen zeggen. Maar Carlo van der Weijer is niet de minste. Nou, die ken ik helemaal niet. Maar <laughs> eh, ik zou wel ook wel. Je weet dat bijvoorbeeld Tesla's enorm slordig geassembleerd worden. Dus dat betekent dat je er relatief veel gedonder mee hebt. Als je het niet geloofd moet je de Schiphol Tesla rijers eens. Ja, de, de taxichauffeur. Ja, die klagen steen en been. Over de onderdelen die zich spontaan losmaken van de, van de Tesla's, die toch een hoop geld kosten. Ze hebben ook van die grote Tesla's en niet van dat type 3. Ja, die space shuttles. Ja, dus kijk, ook bij een auto speelt altijd een rol. Niet alleen hoe die technisch in elkaar zit en zo en hoe de aandrijving werkt, maar ook hoe die in elkaar gezet is. Daar hebben we het volgens mij wel eens ja, over gehad. Komt... Maar de onderhoudskosten van een elektrische auto zijn wel duurder, maar hij hoeft minder vaak naar het onderhoud toe. Ja, het gekke is dat ik het ook heel gek vind dat, het onderhoud, dat de onderhoudskosten duurder zijn dan bij een, een verbrandingsmotor. Dat vind ik een heel raar verhaal. Eerlijk gezegd. Omdat een, een elektromotor in feite een, een vrij simpel mechaniek is. Het zit hem er met name in als er iets vervangen moet worden, een element in een elektrische auto. Dat zou duur zijn. Ook dat is sterk afhankelijk van de constructie van de auto. Ik was bijvoorbeeld eh, een tijdje geleden in bezit van een Franse auto. En als daar een koplamp vervangen moest worden. Die koplamp, dat was dat blauwe licht, Xenon. Hè. En dat, dat daarvoor zit gewoon ook een transformatortje zit daarbij. Klachten over de onjuiste informatie kunt u in Tripol opzenden. En dat transformatietje bleek eigenlijk in het spatbordje gelokaliseerd te zijn. Maar om daar iets aan te doen, om te vervangen of wat daarmee moest gebeuren, moest de hele neus van de auto eraf. Dus het vervangen van een, het krijgen van een nieuw xenonlampje aan de linkerzijde bleek 700 euro te kosten. Vanwege dat alles uitgaat gaat, Ja, ik. Er is een tijd geweest dat ik in Renault 4 reed, en daar hadden we een soort van, van schuimrubberen kussentje. Daar zaten zes verschillende soorten lampjes in, twee achterlichtjes, twee koplampen. Die leek het meest op fietslampjes, ze gaven ook ongeveer evenveel licht. En die kon je er gewoon zelf uitschroeven, en dan schroefde je een nieuwe erin en dan was je klaar. En dat, dat schuimrubber dingetje kostte ik denk 12 ik 12,50. Ja, dat zeggen. schiet niet op zo, als je het zo moet doen Ja, natuurlijk. maar 700 euro, dat voelt toch wel een knappe prijs ja. voor een nieuwe lamp. Ja, het is hetzelfde als je thuis nieuwe spotjes in je huis wil en dat ze zeggen het hele plafond moet eruit. Want, uh... Ja, ik zou ook nu hier toch over deze zaak te spreken zeggen, kom, neem nooit spotjes. Als u ooit op bezoek bent geweest bij mensen met spotjes, dan weet u dat de helft van die kleren dingen het niet doet. Bovendien zijn ze brandgevaarlijk in het algemeen. Is dat zo? Nou, ze, maken, ze produceren vrij veel hitte. Want dan zouden de deden Ja, volgens mij is dat. Hetzelfde. We hebben in het huis hier alle spotjes weg laten halen. Ah, omdat het brandgevaarlijk was. Ja, je houdt niet van bovenlicht. Hmm. Maar het is wel sfeervol. Nee, juist helemaal niet. Bovenlicht is helemaal niet sfeervol. Je kunt het toch ook een beetje. Nou, de wedsteschema schemelamp, Dat is wat je hebben moet. dan zet je er een flinke lamp in, 100 watt of zo. En dat is prettig licht. Okay. En heb je, ja, als je aan een bureau zit, heb je bureaulampen En daarvan is de lichtbundel direct gericht op datgene wat je zit te doen. Oké, okay, maar licht van boven, boven, boven bijvoorbeeld een tafel of in een grote hal? Nee, hall, daarom of je... zijn ook kantoren zo, met die godvergeten neonlampen. Dat is een heel ongezellig licht. Hmm, ja. Tegenwoordig heb je ledlicht, en dat kun je meestal, daar kun je de kleur van variëren. Ja. Dus die kun je op gezellig zetten, zou ik maar zeggen. Maar ik, ik heb niks met bovenlicht. Ga je maar, maar ga je het voorbeeld van de overheid volgen om dat uh, naar beneden te zetten? Nee, te ik heb reeds besloten om in dit geval uh, mij opstandig uh, te gedragen. Ik laat hem gewoon staan op, waarop die staat. Omdat ik hem al lager had staan dan blijkbaar in overheidskantoren te doen gebruikelijk was. Ja, okay. Dus ik laat het zo. Hey, we hebben een Belgische meneer in de straat. Kijk, dat hebben we nog niet eerder gezien. Een Belgische man rijdt voorbij die niet het uh, uh, zand uh, uit de woestijn van zijn auto heeft gepoetst. Oh, oké. Okay. Ja, waarschijnlijk hebben ze in België ook weer meer zand gekregen dan wij hebben gekregen. Ja. Ja, want het, zakt, het valt natuurlijk langzaam, valt het naar beneden het zand. Ja. Ik hebben zou het... ook wel eens willen uitgerekend zien, nergens gevonden hoeveel zand men nou denkt dat in totaal uit Noord-Afrika over West-Europa gewaaid is. Zijn dat nou tienduizenden tonnen? Uh, hoe zit het met die korreltjes? Zijn het hele kleine speciale zandkorreltjes die door de wind worden opgenomen? Is het misschien 10 miljoen ton? Ik, ik, dat is toch iets... Als ik nou journalist was, dat was nou, zou toch het eerste zijn wat ik wilde weten. En niet wie de nieuwe vriendin van die, die Hazes junior is. Hè? Als ze nou hun energie daar niet meer aan spendeerde, maar aan nuttige dingen om te weten. Het lijkt me best vrij moeilijk om uit te zoeken. Daarom, interessant klusje om te doen. Hè? Misschien voor Karel Knip. Meneer Knip, kunt u dat niet eens even uitzoeken? Wie is dat? Ja, dat is de man die de alleraardigste. Uh, ja, je zou het weten. Eenvoudige wetenschap heet die column, tenminste, ik geloof het. In de NRC, neem ik Ja, al. in de NRC. Ja, ja. ja, ik lees maar één papieren krant. Ik lees natuurlijk ook een digitale krant, de New Times. Ook een hele aardige krant. Ook een goede wetenschapsrubriek, naar ja. mijn idee. Ja. We hebben 5 april hebben we weer een podcast in Tivoli. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het, hoe het gaat lopen. Ja, daar was het verzoek of we iets meer konden kunnen vertellen ook over uh, Oekraïne. En, uh, en de oorlog. Uh ja, dat, dat is natuurlijk wel een, een eigenaardig probleem. Dat, dat je steeds gedwongen bent als, als in het openbaar optredende figuur. om steeds weer een totaal nieuw wetenschapsgebied binnen te trekken. Eerst moest je je specialiseren in, in COVID natuurlijk. Ja. moest je ook alles van afweten, hoe het zat. En de injecties, de vaccinatie, de toekomst. Hoe is het over tien jaar? Waar komt het vandaan? Ziektes door de eeuwen heen? Pandemieën? Nou, gaat het zo maar door. Ja, nu, sorry, is dat afgelopen en, en, en moet je op het totaal nieuw. Ik weet helemaal geen donder van de Oekraïne. Ja, ik weet wat het is. Ik heb er wel eens een stukje over gelezen, zonder meer. Net zo goed als je al die mensen met enorme zekerheid hoort vertellen hoe het daar militair toe gaat. Nou ja, je ziet wel eens beelden en je mee hebt. Maar het is vaak ook heel tegenstrijdig. De Russen hebben aangemeld zich terug te trekken uit de streek rond Kiev. De volgende dag wordt gemeld: de Amerikanen geloven er niets van, er is niets van te zien. Een dag later wordt gezegd: Nou ja, op sommige punten is er wel sprake van een vermindering van troepen, maar het stelt niet zo verschrikkelijk veel voor. Nu zit ik vandaag achter aan mijn computer en lees dat er op grote schaal Russen vertrekken uit de regio Kiev, die waarschijnlijk zullen worden verplaatst naar de Donbassregio. Maar ja, hoe kan ik thuis achter mijn computer zitten beoordelen wat, wat er van die informatie waar is en wat niet? Ik heb nu één keer mijn fikker gebrand aan die Oekraïne. <laughs> hè. Mag ik daar ook nog eens op wijzen dat al die eigenwijze eikels die mij dat verwijten, hè, hoe dachten die eigenlijk op 23 februari over deze zaak? Het was toen zo dat een ruime meerderheid, mag ik er ook op wijzen, bedweters, dat zelfs Zelensky zelf toen dacht dat het niet zou gaan gebeuren. Maar u, ik begrijp het, u als Twitteraar heeft dit allemaal jaren geleden aanzien komen. U heeft gewaarschuwd, u heeft brieven gestuurd naar de regering. U heeft de Verenigde Naties gebeld, maar jammer genoeg is er niet naar u geluisterd. Het is triest ja ik vind dat wel zo'n flauwe Bedweterij bedwetterij achteraf niets is zo, zo makkelijk als bedweterij achteraf ja nou ja, goed ze zeggen uh, uh, als Rossum uh, wat uh, van Rossum wat beter had gelezen dan had hij uh, dan had hij dit aanzien komen en alle plaagstootjes van Poetin had hij aangekomen ja precies dan doorheen. had hij het aanzien komen ik heb al een hele reeks van die stukken gelezen van ja ze nou een beetje opgeledder gehad hadden, dan had hij al bij die eerste keer dat hij de, de westelijke nazi's toesprak, ik geloof ergens in München begin, alweer zo'n beetje twintig jaar geleden, dan hadden we het geweten. Hè? Nee, dames en heren, zo werkt de wereld niet. Hè? Dat is inderdaad, als u terugkijkt, dan, dan wist je alles. Ik wil u voor de aardigheid wel een leuk stukje opsturen. waarin een geleerd iemand aantoont. dat het hele idee dat Hitler op 1 september de Tweede Wereldoorlog zou beginnen. dat dat echt. dat niemand dat wilde geloven, dat dat door en door onwaarschijnlijk leek. Nou, misschien iets waarschijnlijker dan Poetin, maar in ieder geval. Ja, achteraf weten we, dat is het fijne. Dat is ook het vervelende. Nou ben ik historicus geworden. Waarom word je dat? Omdat je als historicus altijd gelijk hebt, want je weet hoe het afgelopen is. Hè? Je hoeft niet naar het eind van het boek te bladeren, want je weet al van tevoren. Wie heeft de Tweede Wereldoorlog gewonnen? Nou, niet Hitler. Als al een enkeling. En ja, je hebt altijd wel zo'n wijsneusje die zegt, nou ja, hoe we het ook bekijken. Duitsland is wel de dominante macht in de Europese Unie geworden. Duitsland is wel, na, nou, weet ik het, China de grootste exporteur van industriële goederen ter wereld. Dat is de, ja, Eigenlijk kan je best maar redeneren dat. Ja, Hitler wist, dacht het op een iets andere manier aan te pakken. Maar op een hele wonderlijke en licht ironische wijze is Duitsland toch weer opgekrabbeld en, enzovoort. Ja, dat kun je zeggen. Dus ja, ik, ik moet zeggen, ik ben niet onder de indruk van dit type van redeneringen. Bij, de, bij Hitler waren de Joden, we zijn wel veel Joden weggetrokken hè, naar Amerika en dergelijke. Ja, jammer genoeg niet allemaal. Nee, maar daar kun je wel zeggen. Konden ze, de, ze konden niet weg voor een belangrijk gedeelte. Ze werden nergens toegelaten, dat is het drama. Ook niet in de Verenigde Staten. Ik geloof dat Engeland hier nog een vrij behoorlijke rol heeft gespeeld. Er zijn ook veel Joodse kinderen nog naar Engeland vertrokken. Maar de helft van de Duitse Joden is uiteindelijk achtergebleven in Duitsland met verschrikkelijke gevolgen. Hmm. Maar daar kun je wel zeggen dat ze het aanvoelden komen. En er zijn nu weinig mensen gevlucht nou, uit ja, de Oekraïne. Is, ja, maar sommige mensen, ook veel Duitse Joden, zeiden Nou, ik geloof, dat geloven we niet het boel, het, is, het ziet er ja, naar uit, maar ja. dat gaat niet gebeuren. Dat is ja. laat staan. Dat men de holocaust voorzag. Ja. Niet van georganiseerde industriële moord. Dat, dat, is, dat, is niet, ja, dat is niet serieus voorzien. Nee. Maar dat is nu in Oekraïne natuurlijk ook het geval. Uh, Zelensky, nu zeggen wat voor enorme ravage die Russen hebben achtergelaten. Daar ja. in die regio zouden ze wegtrekken. Ja, al die, al die landmijnen en zo. Ja, ja maar goed, mag ik erop wijzen dat de Verenigde Staten het anti-landmijnverdrag ook niet getekend heeft. Dus uh, pff, ik ben daar niet zo van onder. Ja, het is triest. Het moet allemaal opgeruimd worden. Maar, eh, nou ja, opgeruimd en opnieuw opgebouwd worden. Want de hele boel ligt plat. Ja, dus laten we ze vast. Eh, Bovendien moet je nu al beginnen met opbouwen. Want wat, wat voor zekerheid hebben we dat die Russen niet eh, zeggen, hè, dat ze niet zich terugtrekken of hergroeperen. reguleren. En weer we terugkomen. zo T, zoals dat zo treffend heet. Ja, ja. Ja. Dat moeten we ook nog maar afwachten. Ja, niemand vertrouwt ze. Nee, daar is langshand ook wel vrij goede reden voor natuurlijk. Omdat ze uh, voortdurend over alles hebben gelogen waar je over liegen kunt. Hmm. Zeggen wij maar vanuit Westers perspectief. Ja, vanuit Westers perspectief, ja. Xi Jinping die zal het wat anders zien. Ja, ik moet je zeggen, ik begrijp niet goed wat Xi Jinping bezielt om, om in feite een betrekkelijk zwakke bondgenoot te steunen in, in een conflict waar die, waar die zwakke bondgenoot er niet bijster gunstig voor staat. Zeker niet nu weer ruim een maand aan de gang zijn met dat, met dat conflict. Dat nou, is ook een bondgenoot richting het westen en, die, die hij heeft. Het probleem van Xi Jinping is natuurlijk... China is groot geworden, laten we dat dan nogmaals een keer onderstrepen... in een liberaal georganiseerde wereldeconomie. Daarin is China groot geworden. En China kan zich niet permitteren om daar afstand van te gaan nemen. Of om zich te verbroederen met <tus> Rusland... omdat het een land is waar je geen kloten aan hebt. Niemand wil bij Rusland horen. Geen normaal mens wil bij Rusland horen. Nou, hij wel. Hij de Russen neemt... zelf ook niet. Hij neemt er geen afscheid van. Nou ja, daarom, ik ben verbaasd over zijn standpunt. En ik denk eerlijk gezegd dat dat wel een beetje voor de bune is. En, en, en dat, ze, dat de Chinezen niet ver zullen gaan met het overeind houden van uh, Poetin's ambities. En dat is iemand die ook tegen het Westen is, Poetin. Hè? En ik zie dat, dat natuurlijk, dat zegt hij niet zo, maar hij is, hij is niet, hij zal niet... Nou, het... Xi is misschien wel, hij uh, zal wel zeggen dat we decadent zijn, want dat is een bekend praatje in die kringen. Uh, dat wat eigenlijk vrij eigenaardig is, omdat die, ook die Chinese elite, dat zijn dieven waar je echt niet van terug hebt. Uh, denk niet dat er daar geen corruptie is, dat is een volstrekte misvatting. Overigens ook de, ook, ook de, Oek de Oekraïne was een betrekkelijk corrupt land. Of is het nog steeds, maar ze verdienen alle steun die ze nu krijgen. Dus ja, ik, 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 ik denk eigenlijk dat het niet zo serieus is met dat bondgenootschap tussen Xi en, 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 en uh, Poetin, als misschien op het eerste gezicht zichtbaar is. Hmm. Hoe vond je Biden trouwens die zei van ja, die Poetin moet eigenlijk weg daar in Rusland? Nou ja, het wonderlijke is natuurlijk dat uh, ik, ik zag ook een enkele talkshow waarin mensen hun diepe verontwaardiging formuleerde over het feit dat hij dat gezegd had. Dat was, was dat was op één? Heel... Nou weet ik niet meer. Ik zie altijd mijn flitsjes als ik beneden koffie ga maken. Eh, ik zou kunnen, maar ja. Ja, je weet hoeveel talkshows er zijn, ontelbaar. Als je ze allemaal zou willen zien, nou, dan ben je wel de hele week onder de pannen. Maar aangezien ze altijd allemaal over dezelfde onderwerpen gaan, hoef je daar ook niet zo heel druk, druk over te maken. Dat, nou, daar was diepe verontwaardiging en het, het zou het conflict onoplosbaar maken en allerlei praatjes mee. Maar laten we wel wezen. Wat, Biden zijn wat we allemaal denken. Wat zou het een zegen zijn als die eikel op er toch? Mm. Laten we hopen dat ze er daar een eind aan maken. Maar het was misschien niet slim om te zeggen. Nee, maar ook niet verschrikkelijk erg. Ik bedoel, Poetin zal toch ook wel een vraag van moeder hebben dat we hem niet de populairste jongen van de klas vinden, toch? Ja. Maar goed, de oorlog wordt niet alleen met wapens gevoerd, maar ook met woorden. Ja, en dan is het heel goed dat Poetin hoort dat hij niet al te populair is. Nou, dat ja, maar is het nogmaals dat is niks nieuws onder de zon. Nee, maar is het toch? strategisch slim dat Biden het zo benoemt? Nou, het maakt voor de onderhandelingen geen zak uit. Daar ben ik van overtuigd. Hm. Daarvan wordt wel gezegd, China kan een rol spelen in die onderhandelingen. Hè? Want als China aan tafel zit, dan voelt Poetin zich in ieder geval niet in een hoek gedreven en heeft hij een soort van bondgenoot. ja uitgemaakt. Ja, god, dat zou kunnen. Ik heb geen idee. Ik ben ook voor die onderhandeling, is toch ook weer zoiets van de ene dag zeggen. Van, nou, de uh, stemming zat er goed in. En uh, ja. ja, men was van beide kanten toch een stuk realistischer. En, en poos, nee, het, het, het is echt. Het, uh, nee, we gaan er morgen mee door. En dan de volgende dag lees je. Nou, nee, nee, dat eigenlijk zat de stemming er helemaal niet in. Het waren allemaal nepconcessies. Het stelde niks voor. allemaal We gaan ook niet door. We gaan pas vrijdag door en dan digitaal. Dat je denkt, ja, wat moet je daarvan denken als, als waarnemer? En nu wordt ook nog onredelijkerwijs van mij gevraagd dat ik een deskundige ter zake word. Het enige wat ik kan, en daar zat ik ernaast, is rationeel analyseren wat er gaande is. En geen enkel rationeel mens zou, zou de Oekraïne bezet hebben. Dat, dat is de daad van een gek. Van iemand die althans het juiste perspectief op de werkelijkheid kwijt is geraakt. Om wat voor reden dan ook, want daar hoor je ook weer duizend en één verklaringen voor. Ze hebben hem voorgelogen, ze zijn bang voor hem. Die militairen begrijpen nergens iets van. En nou, ik heb nog geen, geen half uur geleden een stukje zitten lezen. Poetin weet precies hoe het daarbij staat. Of dat dan, of die journalist die man gebeld heeft. Of eh, kringen in Moskou zeggen dat enzovoort. Dus ja, het is, een, het is een raar terrein wat vol met onzekerheden zit. Daar kunnen wij volgende week dinsdag best iets over zeggen. Maar wel met dit perspectief, met dit raamwerk van onzekerheid. Ja. Kan die oorlog nog lang duren? Nou ja, ik zou zeggen dat hangt er erg vanaf. Uh, hoe, het, hoe de zaken zich tactisch en strategisch ontwikkelen. Dat zei dit duurt lang voordat we hier een oplossing van Ja, dat is natuurlijk ook het veiligste om te zeggen. Keur, als het niet lang duurt, kun je God, zeggen, godzijdank heb ik geen gelijk gekregen. Ja. Maar je zou kunnen redeneren dat als ze besloten hebben dat Kiev dus een niet haalbaar object is, laten we dat nou eens even aannemen voor het gemak dat... Ja, Twitter, twitteraars, u weet het ongetwijfeld beter. Dat begrijp ik ook wel. En ik ben fijn te horen over vier weken hoe u het allemaal voorspeld heeft. Maar eigenlijk moet u, als u het toch beter weet, laat dat nota heel vastleggen. Dan, dan weten we zeker dat u het niet achteraf allemaal zeker weet. Vind je dat we een nieuw gezicht te zien krijgen van Erdogan? Nu hij zich toch een beetje opwerpt als de vredesduif. Erdogan is een ellendeling. Ja, Erdogan is een ramp voor zijn eigen land. Een waardeloze dictator. Paleisbouwer. bouwen. We het al eerder over gehad. Zodra ze een paleis gaan bouwen, weet je. Ze zijn een round the corner. Het is klaar. Ja, maar wil ja, hij wil nu wel heeft, vrede. Ja, nee. natuurlijk wil hij vrede. Het komt hem ook waarschijnlijk een stuk beter uit. Vrede. Hij kan ook op die manier bovendien ook een fijne rol spelen. Istanbul is een, is een bekend. Ik heb begrepen dat ook de massa's van die. Van die Russische vluchtelingen. He, want dat vergeten we ook vaak. Dat natuurlijk een, een niet onaanzienlijk deel van de op het Westen georiënteerde Russische elite vertrekt. En nou, ik begreep. ook in de afgelopen jaren al op grote schaal vertrokken is. zodra je iets kan. redelijk vlot Engels spreekt. en je kan iets waar, waar behoefte aan is in het Westen. en daar is in het Westen voortdurend in feite een grote behoefte aan mensen die technisch uh, vaardig zijn. Ja, die, die vertrekken. Vaak ook via Istanbul, begrijp ik. Oké, okay. en waarom is dat? Weet ik veel, het schijnt een prettige stad te zijn. Hmm. Istanbul heeft ook een anti-Erdogan-burgemeester, zoals je weet. Maar van Erdogan moeten we niet, niet veel verwachten, dus. Anders Erdogan zelf begonnen als burgemeester van Istanbul, ah. als ik het wel heb. Oké, okay. oké. Okay. dat weet je zeker. Nee, Erdogan, daar geef ik geen cent voor. Nee. En Rutte was ook bij hem langs, hè? Met die stonden ze weer elkaar. Ja, in Kijk, Rutte is op zichzelf iemand die wat betreft langskomen bij is hij een, een meester. Ongelooflijk werkelijk. En dan tegelijkertijd de uitvoering van de afmaatregelen die je afgesproken hebt, met name natuurlijk de sancties. Dat uh, werkte in Nederland weer helemaal niet. Ik weet niet hoe het precies was. maar uh, kon het Russische laadje niet open krijgen of. of de juiste telefoonnummers niet vinden, maar goed, en wat kwam erop neer? Nu is er een, 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 een sanctie. Uh, coördinator. Boven, ja, ja, coördinator. Ja, coördinator benoemd, dat je ook denkt. Is er wel iets wat de Nederlandse overheid kan? Eh? Maar dit, is niet, uh, dit ligt niet echt op Rutte's bordje, dit is Hoekstra die dit moet afhandelen. Ja, het ligt natuurlijk wel op Rutte's bordje, het ligt op het bordje van de regering. Eh? Je had meteen maatregelen moeten treffen. En waarschijnlijk hebben ze dat gedaan, maar werkt het niet. Hè? Je kunt tot in Groningen zeggen, dan moeten die huizen aangepakt worden, maar het is weer vastgelopen, dat las ik in de krant. Ja. Blijkt voor... het Russische leger wel. Hè? Ja, misschien raken ze wel geïnspireerd daardoor, wie weet. Of besmet. Maar die Hoekstra die moest dus een debat voeren. En die zei van nee, nee, ja, nee. Ja, maar hij mocht het niet zeggen, dat was het toch? Nee, en daar maar... waren ze ontevreden over. Hij had niet, uh, had niet de goede informatie of hij wist het niet. Dus hij zei: Kom er maandag op terug. Maar ze ja. wilden op dat moment het debat voeren. Ja, ja. En toen, ja, moest hij dus, toen moest hij zich dus gaan inlezen. Toen werd het debat dus niet in de ochtend gevoerd. Maar nou ja, ergens in de, in, de, in de avond begon ja, het pas. Nou ja, ook hier geldt dat. Het kan zijn dat het heel complexe materie is, dat weet ik niet precies. Ik heb begrepen dat je echt in deze wereld miljoenen wegen hebt om. om Vals geld, zwart geld, wit gewassen geld. om dat te verstoppen op, op duizenden en één verschillende manieren. En ze deden Misschien het... zouden we dat eens aan moeten pakken. En ze, de, ze zetten het dan op naam, begreep ik. dat had volgens mij Lubach van de week. op naam van een uh, schoonmaakster. Dus die Russen ze hebben Ja, dat niet op hun van. Eigen... Alles was er mogelijk en, en allerlei nepconstructies. Ja, vergeet niet, die Laird hebben zoveel geld. dat ze honderden mensen dienst hebben om nepconstructies te verzinnen. Ja. Ja. Wij kunnen dat niet. Nee. Ja. Niet. Nee. Maar dat is voor de overheid dus wel begrijpelijk dat het lastig is om dit aan te pakken. Het toch? is ontzettend lastig, maar dat komt ook natuurlijk omdat Nederland die wil graag meespelen in de internationale financiële wereld. En dat betekent dat je natuurlijk dat die, dat die luikjes en die deuren, die moeten openstaan. Ja. Maar He? moet je dan niet iemand pakken? Het moet altijd een kattenluikje zijn via welke de miljardairs ja. kunnen ontsnappen. Maar de overheid heeft toch zo'n groot netwerk. Moet je dan niet gewoon zeggen we pakken zo'n zo gast die dit ooit gedaan heeft. Die weet hoe deze constructies werken. Die halen we binnen en die moet, mag dit uit gaan zoeken. Ik weet het niet of hij, dat, of hij daartoe bereid is. Nou, maar stel dat jij zegt: Ik wil bij de Universiteit Utrecht eens even schoon schip En Dan zou ik jou kunnen aannemen. Dan kan ik zeggen: Maarten, jij weet hoe het daar werkt. Ga jij dat maar eens even oplossen? Ik weet helemaal niet hoe het daar werkt. Je hebt het toch gewerkt, jarenlang? Ja, maar dat zegt niks. Als een universiteit nou iets is, is het een eilandbereik. Bij een eiland, bij, bij een universiteit, moet je denken aan de Pacific. Allemaal eilanden, niet waar die vaak honderden kilometers van elkaar af liggen. Als je mij toen ik daar tientallen jaren werkte had gevraagd eh, wie is de een hoogleraar in zus of mijn zoon, dan had ik echt geen flauw idee. Ja, je hebt een kijk op je eigen instituut en nog misschien een aanpalend instituut, kunstgeschiedenis of zo, of ze zijn tegenwoordig samen met theologie, ook al zoiets raars. Eh, Als je geschiedenis samenvoegt met theologie, dan is het er ook ergens in, in je hersens in zijn draadje losgeraakt. Maar goed... Eh, zo is het nu eenmaal. Nee, je hebt daar geen idee van. Het is normaal, het is een eilandbereik. Maar het opzetten van dit soort constructies, daar moet toch wel iemand zijn die daar in kan. Ik heb alleen wel eens gezegd, als je wil dat je een topuniversiteit, even het op de geduld over die Amerikaanse topuniversiteiten, ja, die werken op een totaal andere basis dan wij doen. Je kunt hier een prima topuniversiteit stichten, als je er maar genoeg geld ja. in pompt. Ja. Hè? En een behoorlijk recruteringsbureau inhuurt, dan nou, is dat heel goed mogelijk. Ja. Nou, de naam van die uh, coördinator voor uh, Russische gelden die is nog niet bekend op het moment dat wij dit opnemen. Maar ja, ik, misschien is opstelten een goed idee, want die is van het keiharde aanpakken. De laatste persoon die ik in een ingewikkelde administratieve taak zou toevertrouwen is opstelten. Een sympathieke man. Maar uh, als je ook zelfs dat briefje niet kon vinden, wat de medewerker van de, hoe heet het nieuwsuur wel kon vinden, dan, dan moet er toch iets grondig mis zijn: dat bonnetje. Ja, het beroemde bonnetje. Of was het het papiertje waarop stond hoeveel geld Teve had, had gereserveerd ja. voor die crimineel? Hij was het in ieder geval kwijt. Ja, maar het bleek er gewoon te zijn. Ja. Dat was een beetje een merkwaardige zaak. Maar goed, dit, dit alles naar aanleiding van het feit dat het voor ons, van ons aanstaande dinsdag, expertise in het Oekraïnse ja. gevraagd wordt. Ja. ja, dat is, uh, beste luisteraars, ik weet niet of u uw kaartje nog terug kunt sturen, maar de kans dat ik <laughs> iets ga vertellen wat niemand weet, wat, wat door mij speciaal onthuld is, die is niet zo verschrikkelijk. En ze vinden natuurlijk jouw visie interessant. Ja, nou ja, die, die kan ik geven. Ja. En uh, nou ja, ik kan niet instaan voor het feit dat die ook gerealiseerd wordt natuurlijk. Ook al zou je kunnen speculeren over hoe, dit, hoe, dit, hoe deze oorlog verder moet... Als Kiev is opgegeven, ja, dan mag je aannemen. Dat natuurlijk optie 2 op het, op het bord verschenen is. Nou, en optie 2 is de Donbass. He, dat wat, ze, wat ze altijd gezegd hebben, dat ze, die, dat ze die sowieso erbij willen trekken, bij Rusland willen En daar trekken. schieten ze wel op. Want Mariupol is bijna gevallen? Ja, maar nog niet helemaal. Dus dat, dat blijkt toch ook. He, hoe vaak is Mariupol al niet gevallen? He? Aan de lopende band. Maar dan blijkt het eigenlijk helemaal niet gevallen te zijn. Er zitten nog 160.000 mensen vast die er nog uit moeten worden gehaald. Um, ik heb altijd gedacht, ah, die, die lullige republiekjes die ze daar gemaakt hebben, die door criminelen geleid worden, die komen nooit meer terug. De kans leek me nul. Idem dito met de krim. Uh, kijk, die Donbass, die was waarschijnlijk ooit het, het industriële hart van de Oekraïne. Uh, met name natuurlijk als allemaal zware industrie uit de Sovjet-tijd. Die rommel is, of, of die staat stil, of die is, is niet in staat om efficiënt te produceren voor de wereldmarkt. Dus ik zou zeggen: daar hoef je helemaal niet eh, veel heisa over te maken als je dat zou verliezen. Ze spreken daar Russisch. Dus ik zou zeggen. Maar Marie-Pol ook, hè? Ja, nou ja, Zelensky heeft natuurlijk gezegd dat territoriale integriteit bewaard moet blijven, of dat ook betekent dat die vindt dat die donbass republiekjes en de Krim terug moeten, dat weet ik niet. Mm. Uh, ik kan hier trouwens makkelijk, ik zou ook denken, uh, ik van harte, ze kunnen de Donbass wat mij betreft krijgen. Het is niet standenlijn, als je ooit foto's hebt gezien van die steden, Luhansk en Donetsk, dan denk je bij jezelf, uh, daar. Oude industrie hè? Ja, ah, dat is verschrikkelijk. Dat is wel een treurigheid die je niet, die je niet van terug hebt. Die doen denken aan sommige locaties in de Verenigde Staten. Waar ze vergelijkbare verschijnselen hebben voorgedaan. Of in Luik, als je daar eens wil gaan kijken. En hebben ze ook al die rommel laten staan. Uh, dus ik zou zeggen, geef dat prijs en, en kijk wat er dan te doen is. Ja, als je daarmee vrede kunt uh, stichten. Volgens ja. mij is uh, Zelensky ook wel daartoe bereid. Ja, en ik, ik zou toch zeggen, anders dan Rutte. zet die, zet die Oekraïne op een, op een iets snellere trek in de richting van de Europese Unie. Maar hoe zouden ze dat kunnen doen? Want, uh, ja, dat zijn allerlei mogelijkheden boor. Dit is juist wat ze, niet, wat ze in de onderhandelingen juist uh, niet willen doen. Ze willen neutraal. En dan. Uh, ja, je kunt neutraal zijn, maar wel lid van de Unie, toch? Ja, dat, maar de vraag is of, of Poetin dat uh, accepteert. Oostenrijk is neutraal, maar wel lid van de Unie. Finland is neutraal, maar wel lid van de Unie. Waarom zou dat niet elders ook toegepast kunnen worden? Okay, nou We hebben zulke waardeloze klote landen niet waar, als Bulgarije en Roemenië ook toegelaten, toch? Ja, ja. Krijg als eerste een seintje als er weer een nieuwe aflevering online staat. Volg ons op Apple Podcast en op Spotify. Ja, de hand is een ellendeling. De sluipschutter. Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog. He, dus iemand die zich handig verstopte en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook het, de primeur gehad van het gebruik van gifgas.